Hoe snoei je de hortensia forever and ever? Kijk, eigenlijk hoeft deze boerenhortensia helemaal niet gesnoeid te worden. Want hij wordt niet hoger dan zo'n 90 centimeter en daarvoor eigenlijk nooit te groot voor de plek waar hij staat. Gewoon eind februari, alleen die oude bloemen er even uithalen en klaar is hij. Ja, stel je voor, je vindt hem toch te breed, te lelijk. Of je zou hem bijvoorbeeld willen verplanten, dan kun je deze hortensia natuurlijk wel snoeien, want het mag wel. Nou, kan met de snoeischaar, maar het kan ook anders. Zo rond eind februari kan je aan de slag. Ja, gebruik je verstand altijd, hè. Stel je voor, het vriest nog 20 graden. Wacht er nog heel even. Nou, afgelopen nacht is hier gewoon een nacht voor je geweest. Zonnetje schijnt, dus het is heerlijk weer om aan de slag te gaan. Je snoeit deze hortensia af op zo'n 20, 25 centimeter boven de grond. Daarop gaat hij weer uitlopen en geeft zich gegarandeerd hetzelfde jaar bloemen. En dat is eigenlijk in tegenstelling tot alle andere boerenhortensia's. Die bloeien namelijk op tweejarig hout. Zou je in dit geval helemaal geen bloemen meer krijgen datzelfde jaar. Deze hortensia's lopen dus uit en bloeien op eenjarig hout en dus hetzelfde jaar. Na het snoeien duurt het wel wat langer voordat je de eerste bloemen krijgt. Al deze twijgjes namelijk moeten weer opnieuw knoppen maken en dan uiteindelijk gaat hij daar weer op bloeien natuurlijk. Snoei je hem niet, dan bloeit hij in mei. Snoei je hem wel, dan is het vanaf augustus. Ja. Voordeel is, met het snoeien gaat hij enorm vertakken en daardoor krijg je prachtige, compacte hortensia's. Nou, snoei je hem niet, dan bloeit hij in hetzelfde jaar. Snoei je hem wel, bloeit hij ook in hetzelfde jaar. Aan jou de keus.